Nou, ik zou het wel leuk vinden om een volledige competitie te rijden en om dan te kijken of ik dan ook zo op het hoogste niveau gewoon elk weekend kan draaien door het hele seizoen in plaats van dat ik natuurlijk normaal echt een paar maanden uitpik. Ik verwacht van Lucinda dat zij een van de rensters zal zijn die echt met de jeugd kan wedijveren. En die heel dikwijls haar mannetje gaat staan en hier en daar een heel mooie overwinning gaat meenemen. Daar ben ik wel van overtuigd. Lucinda is modelprof, die weet hoe dat je moet ervoor leven en zo. Dus ik verwacht echt wel dat Lucinda volgende winter echt een paar mooie crossen gaat winnen. Lucinda Brandt is sinds vorig jaar nieuw bij ons in het team en heeft zich eigenlijk fantastisch geïntegreerd. Is echt een teamspeler, is iemand die andere renners ook motiveert en is echt een karaktermens. Kan echt heel, heel ver gaan in haar inspanning om proberen een overwinning binnen te halen. En dat heeft ze vorig jaar een aantal keer fantastisch laten zien. En als ik terugkijk op vorig jaar, had zij de ambitie om echt voor die wereldtitel te gaan. Ze heeft veel materiaalpech gehad in die wedstrijd. En ik heb daar al heel vaak over terug nagedacht. Die inspanningen die zij toen heeft moeten leveren om uiteindelijk terug bij die koplopers te kunnen komen aansluiten, ja, dat heeft ze toch moeten bekopen in die laatste rondes van dat wereldkampioenschap. Natuurlijk denk je er wel eens aan terug, aan die kampioenschappen, hoe dat verloop is en wat je beter had kunnen doen. Of je daar echt pech, waar de dingen die je anders had kunnen voorbereiden. Maar ik probeerde ook wel weer niet te lang bij stil te staan en gewoon te kijken hoe ik nou weer gewoon goed voorbereid kan staan aan de volgende kampioenschappen. Ja, de flow en de sfeer in deze ploeg is echt super fijn en heel ongedwongen. En daardoor gaat iedereen gewoon hartstikke leuk met elkaar om. En dan trek je elkaar ook altijd mee in successen en in dingen leren en dat soort dingen. En ik vind dat wel heel erg fijn en het geeft mij wel hele goede energie, moet ik zeggen. Ja. Wanneer het geslaagd is, als ik één mag uitkiezen en dat het ook uitkomt, ja, dan is het heel makkelijk, dan kies ik gewoon 2K uit natuurlijk. Dan word ik er nog lang aan herinnerd.